Hey, leuk dat je kijkt naar de serie Die Andere Vrouw. Ik ben Dianne Slijpen en ik ga op bezoek bij creatieve, ondernemende en inspirerende Limburgse vrouwen. Wie zijn ze, wat doen ze en wat kunnen wij van hen leren? Vandaag Margot Reuten, eigenaar en chef-kok van sterrenrestaurant Da Vinci. Margot, ik ga je twee keuzes geven en ik wil je vragen deze binnen 2 seconden te beantwoorden. Spannend. Zwezerik of stampot? Stampot. Een mannelijke of een vrouwelijke kok? Ja, ik hou van mannen in de keuken, hè? Dus dat is toch wel. Maar er zijn zo weinig dames. 2 seconden. Mannelijk. En was je een papa of een mama kindje? Ik had ze alle twee even graag, maar ik denk toch dan een papa kind. Dankjewel. Hey Margot, ontzettend fijn dat we hier zitten. Op een heel mooie plek. Kan jij me uitleggen waarom je net dit plekje gekozen hebt? Maar je moet je voorstellen, ik heb mijn eigen restaurant dus gecreëerd in mijn geboortedorp. Mm-hmm. Linksom de hoek, 100 meter rechts, is mijn ouderlijk huis. Ja. Yeah. Dus ja, dit is heel, heel, heel waanzinnig gegaan. Maar het was een gouden dienblad, dat kon je pakken of dat kon je niet pakken. En ja, 27, nee, nooit meer weggegaan. Nee. Oh, heerlijk. En waarom net dit plekje? Ik vind het hier zo'n mooie, gezellige huiskamer. De sfeer is zo goed. Ja. En kijk, nu natuurlijk in deze tijd kunnen we helaas hier niet onze gasten ontvangen. Mm-hmm. Maar als ik een moment met Pedro heb, zit ik hier heel graag. Even nagenieten. Ja, en je kunt alles zien. Je hoort van alles. Ja. Ik hoor wat in de keuken gedaan wordt. Je let op. Is dat nu ook zo? Als je niet beneden hoort, dat je ongeveer weet wat er gebeurt? Tuurlijk, moet toch in de gaten houden wat daar gedaan wordt. Heerlijk. Margot, wanneer dachten jullie, wij gaan voor die Michelinster? Wij zijn hier heel rustig begonnen, want ja, je kwam vanuit Maastricht, waar altijd leven is, waar altijd alles bruist. Mm-hmm. In gewoon een dorp als Maasbracht, maar je moet mensen wel weten te triggeren. En dat is ons door de jaren heen gelukt. En van daaruit kun je natuurlijk ook groeien. En als je dan de kroontjes krijgt, dat als je 3 jaar later bezig bent en je wordt lady chef. En dan x aantal jaar later, want 6 jaar later hebben we de eerste Michelinster gekregen. Ja, dan zet je wel Maasbracht op de kaart. Ja, absoluut. Je bent in 1990 de eerste vrouwelijke meesterkok geworden. Hoe voelt dat? Ja, als je nu, 1990, en we zitten in 2020. Ja, ja. 30 jaar geleden. Oeh. Dan gaat de tijd toch snel, hè? Ja, heel snel. Maar hoe voelt dat? Ja, dat was toen ongekend. Je moet niet vergeten, als je de titel als eerste haalt, is natuurlijk waanzin. Ja. Waanzin. Wat er toen gebeurde aan PR, bekendheid, dat is niet normaal. Ja, dat is boom. Ja. En hoe voelde dat? In Wakko Wakko ooit nog gevraagd, naast André Hazes gezeten. Godverdikke. Wie kan dat zeggen? Ja, wie kan dat zeggen? Dat kunnen we niet veel zeggen. Nee. Maar heel veel leuke dingen daardoor gedaan. En natuurlijk ook kunnen groeien. Hè? Woman of the Year, dat was ook ongekend. Dat is heb ik eigenlijk de Benelux op de kaart gezet. Van Relais Chateau, is een grote organisatie wereldwijd. Mm. En dan word jij daar even hier vanuit Maasbracht, Matthew Maasbracht, wordt in Tokyo Woman of the Year. Ja, prachtig. En niet normaal. Hoe ga je daarmee om? Want het lijkt me wel dat je het gevoel hebt dat je steeds moet presteren. Ja. Ik zal dat vroeger misschien meer hebben gehad als nu, maar nu, ik doe gewoon mijn ding. Ja. En, maar ik doe het ook met hele hoge passie. Hè? Ja. Wacht, dit doe ik niet met 80%. Hè? Nee. Dit kun je alleen maar boven de 100% doen. En dat is ook heel duidelijk. Ja, want anders, dat kan niet. En dan heb ik ook nog eens een man leren kennen wat dezelfde passie heeft. Die er perfect bij past. Ja, hè, want ik zeg wel eens als schijntje, ik lig naast een lopend wijnvat. Hè? Maar ja, hij de wijnkennis voor ik de keuken. En alles wat ik vooral ook aan decoreren en dit en dat leuk vind, ja, dat vind ik gewoon fantastisch. Wat is jullie geheim? Want jullie werken eigenlijk 24/7 samen, Petro en jij. Hoe kan dat? Zo
was chic, hè? Ja, heel chic. Ik denk dat onze kracht is dat we iedere morgen nog tegen elkaar kunnen zeggen, als we wakker worden. Pedro, heb ik al gezegd dat ik van je hou. Oh. En ja, op ieder potje past een dekseltje en ik heb mijn dekseltje gevonden. Mm-hmm. Gelukkig, want dat kan niet iedereen natuurlijk zeggen, hè? Je wordt er emotioneel. Ja, zeker. Ik zie het. Mooi. We hadden het net over die keuzes, daar wil ik heel even op terugkomen. Je koos voor wortelstampot en niet voor zwezerik. Leg uit. Kijk, zwezerik is natuurlijk de luxe, hè? Mm-hmm. Dat heb ik hier gecreëerd. Ja. Maar de wortelstampot is toegekomen, hè? Ja. En waarom? Want vroeger toen ik om een kamertje ging, voor mijn vak te leren, had ik in het begin heel erg last van heimwee. Want ik miste het thuis. Mm. En, oh, ken ik toen nog? Ja. Oh, echt? Ja. En dan hoefde ik maar te bellen. En dan kwam mijn vader me halen. Ja. En dan was ik thuis en dan rook ik thuis het thuiskomen. Ja. En dan was het goed en dan ging ik de volgende dag weer. Oh, wat lief. Ja, ik had echt in het begin, dus ik kan ook wel eens, ik heb heel veel... Als hier ook jongens en meisjes kiezen voor mij en die komen van ver op kamertje, ja, dat vind ik fantastisch. Want daar ga je, hè? Daar ga je voor iets. Hè? Als de vrouwen die nu kijken een tip zou mogen geven, wat zou dat dan zijn? Oeh. Blijf vooral bij jezelf. Doe vooral iets wat je heel graag doet. En ik zeg altijd, er komen dingetjes op je weg, maar je moet wel opletten. Want er zijn heel veel zijweggetjes. En als het in een zijweggetje gaat, is het weg. Dus probeer op te letten en doe iets wat je heel graag doet. Mooi, dankjewel. Alsjeblieft. De chocolate. Ik heb iets kleins voor je. Ja, leuk. Dat vind ik heel erg leuk. Jazeker. En in deze tijden toch even een hand op die mensen. Oh, dat vind ik leuk.